Het Openbaar Ministerie en de Journalistenvakbond hebben een meldpunt geopend voor bedreigde journalisten. Hoewel Nederlandse journalisten in vrijheid hun werk kunnen doen, neemt het aantal bedreigingen toe. Eigenlijk is het heel goed met de persvrijheid. Iedereen kan zijn werk doen. Je mag publiceren wat je wil. Maar tegelijkertijd zien we wel één maar. En die maar die zit in de veiligheid van journalisten, ook in Nederland. Doodsbedreigingen, denk aan Paul Vught, John van der Heuvel, misdaadjournalisten. Maar ook gewoon journalisten op straat, zoals jij hier met een camera, worden vaker aangepakt, aangevallen, materiaal stuk gemaakt. Online intimidaties, doodsbedreigingen op Twitter, op e-mail. Je ziet dat meer gebeuren. Sinds vorige week zijn er een aantal maatregelen, waaronder dus ook zo'n meldpunt. Waarom hebben we eigenlijk zo'n meldpunt nodig? Wat doet dat precies? Nou, het onderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Journalistiek bleek dat veel meer journalisten dan we eigenlijk dachten zich bedreigd voelden en daardoor soms ook stukken niet publiceerden. En toen hebben wij in de Kamer gezegd, dit is onacceptabel, er moeten maatregelen komen. Zelfcensuur eigenlijk. Uit bescherming. Ja, en soms zoals Paul Vught en John van der Heuvel zitten ook onder de beveiliging. Soms zelfs in safe houses. Maar ook gewoon journalisten inderdaad die op Twitter bedreigd worden. Die gewoon daarmee stoppen en zelfcensuur toepassen. En wat lost zo'n meldpunt op? Nou, het meldpunt zelf is natuurlijk een onderdeel van een pakket maatregelen. Waardoor bijvoorbeeld de strafmaat verhoogd is. Maar ook is afgesproken tussen het Openbaar Ministerie en de journalisten. Dat als er aangifte wordt gedaan door een journalist, er altijd opsporingsonderzoek wordt ingesteld. Lik op stuk. Ja, zo is het. Maar die aangifte is dus iets anders dan melding maken bij dat meldpunt. Nou ja, soms journalisten denken, ja, er gebeurt niks mee. En daarom doe ik maar geen aangifte. En het is juist heel belangrijk om aangifte te doen, zodat de politie er ook onderzoek naar kan doen. En daar wordt er ook mee geholpen bij dat meldpunt. Arendo, je bent natuurlijk hoofdredacteur van Elsevier Weekblad. Hoe zit het met bedreigingen bij journalisten die daar werken? Ja, daar zeggen we nooit iets over, hè? Nee. Dus daar moet je niet al te veel over praten. Het komt voor, het kwam in het verleden ook voor. Toen nog met Pim Fortuyn. Als ik hoor dat het natuurlijk wordt gezegd dat met een aangifte moet meer gedaan worden. Ja. Ik zou zeggen dat willen burgers zelf ook natuurlijk. Hè? Dus ook gewone burgers zouden graag willen dat ze aangifte doen. Dat er dan opsporing volgt. Niet alleen voor journalisten. Maar hoe ga je daar als hoofdredacteur dan toch mee om? Nou, je kan een cursus geven aan journalisten. Van hoe je als je bedreigd wordt, hoe je daarmee om moet gaan. Dat is ook wat nazorg is er. En je moet direct contact hebben met de politie. En gewoon het alarmnummer bellen als er iets aan de hand is. Ja. En verder proberen niet te veel over te praten. Ja, meneer Sneller, u pleit eigenlijk al anderhalf jaren in de Kamer voor meer maatregelen. Die komen er nu ook. Maar Grapperhaus greep eigenlijk pas in op het moment dat er een aanslag was in augustus op het hoofdgebouw van de Telegraaf. Waarom heeft dat dan toch zo lang geduurd? Ja, anderhalf jaar geleden was er inderdaad iets van, ja, is het nou zo erg? En hoe kunnen we journalisten definiëren? Iedereen kan wel journalist zijn. Of zeggen dat hij journalist is. Dat waren eigenlijk een beetje smoesjes om je achter te verschuilen. Dus ik ben heel blij dat, ondanks de tragische aanleiding, het wel heeft geleid tot echte maatregelen nu. Lag het niet ook een beetje bij de journalisten zelf? Dat ze ook dachten, nou, ik wil mijn veiligheid ook niet in handen van de overheid leggen. Nou, we hebben een hoorzitting georganiseerd in de Tweede Kamer, waar ook John van den Heuvel en Paul Vught onder andere waren. Maar ook Danny Goossen, die vaak met een camera op straat is. En die wilde ons allemaal graag vertellen tegen welke problemen ze aanliep en wilde wel geholpen worden. Waar wat bijvoorbeeld Danny Goossen ook heel erg merkt, is dat je gewoon in bepaalde wijken, en dat weten we eigenlijk allemaal wel, ik vroeger als verslaggever ook, dat je in bepaalde wijken is het gewoon ellende. Altijd. We hebben bijvoorbeeld bij die aanslag in Utrecht ook gezien dat er camerabusjes leeggeroofd zijn. Hoe los je dat nou in die wijken dan op? Nou, deels is inderdaad dat de politie bijvoorbeeld bij demonstraties en bij dit soort incidenten meegaat. En ook je zorgt voor bescherming. Maar je kan daar zelf als journalist ook training inderdaad in krijgen. Om daar beter mee om te gaan met dat soort situaties. Hoe zorg je dat het niet escaleert? Dan leggen we het probleem natuurlijk bij de journalist. Jij moet ermee omgaan in plaats van bij de mensen die dat doen. Ik denk dat je allebei de kanten, wat dit meldpunt en deze aandacht, waar dat ook voor zorgt, is dat mensen die zich misschien niet altijd bewust zijn van de impact die hun beledigingen of bedreigingen hebben, zich daar wel bewust van worden. En tegelijkertijd is het ook goed om te zorgen dat een journalist daar zo goed mogelijk mee om kan. En wat kan een journalist dan meer even, wat als voorbeeld, wat zou je dan zelf kunnen doen om in zo'n wijk dat te deescaleren? Nou, je aanmelden bij de politie dat je er naartoe gaat. Niet op provocaties ingaan. Verder moet je gewoon je werk kunnen doen natuurlijk. Maar als jij agressief wordt benaderd, dan kan je daar natuurlijk slimmer mee omgaan. Of iets op een manier die zorgt dat het eerder tot handgemeen komt. Bent u nou eigenlijk tevreden nu met alle maatregelen die er nu genomen zijn? Of zegt u nou,
er mag nog wel een tandje bij. En wat zou u dan willen? Nou, er is nu sinds 1 april de strafmaat verhoogd. Ik denk dat dat een heel goed begin is. We moeten ook even kijken wat voor effecten dat zal hebben. Wat mij zorgen baart is dat sommige politici eigenlijk... dat rapport heette een dreigend klimaat. En dat sommige politici journalisten als beroepsgroep wegzetten... als ondermijners van de samenleving bijvoorbeeld. En dan heeft u het bijvoorbeeld over de speech van Baudet, neem ik aan. Ja, dit is bijvoorbeeld Forum voor Democratie... die eigenlijk journalisten in een hoek probeert te zetten. Maar daarmee. Hij zegt natuurlijk niet, jullie mogen journalisten bedreigen. Nee, zeker niet. Alleen ik vind het in zo'n dreigend klimaat, wat er al is... vind ik het heel riskant om te zeggen... ja, journalisten ondermijnen de samenleving. En wat wilt u daar dan tegen doen? Ik zou willen dat hij daarmee ophoudt. En in de Kamer, we hebben hier bijvoorbeeld ook Denk vorige keer besproken... die journalisten probeert te controleren vanuit de politiek. En daar verzet ik me tegen.